Als je 's morgens vroeg begint en je wilt de pomp instellen, dan zet je eerst de pomp aan. Je houdt, zoals het pompje ook al gezegd, ingedrukt. Dan is de pomp aan. En dan moet je de instellingen moet je aanpassen. En als het goed is, dan moet je het prullenbakje een aantal seconden ingedrukt houden. Dan geeft hij aan reset instellingen en dan staat alles op nul. Dan ga je de inloopsnelheid bepalen en die is bij mevrouw Boekema 600 milliliter. Dus dan zet je die op 600. Hij stopt onderweg een aantal keren op een aantal standen. Maar gewoon ingedrukt blijven houden totdat hij op 600 staat. Dan heb je de inloopsnelheid bepaald. Dan druk je hier op het middelste knopje. En dan ga je instellen hoeveel ze moet hebben. En dat is in dit geval bij haar 200 milliliter. Dus dan laat je die tot 200 milliliter doorlopen. Stop je ook onderweg eventjes. Alleen niet op 200, zal je net zien. En nu is hij klaar. En ik ga hem even proefdraaien. En als je dus nu op start drukt, dan begint hij te lopen. En dan zie je dat hij op 0 staat en dat hij begint op te tellen. Ik zal hem nu ook uitdrukken. En dat betekent dat hij dus doorloopt totdat hij op 200 staat. En de volgende sessie, dan moet je weer door middel van dat knopje in te drukken. En dan kun je de stand weer omhoog zetten. Naar 400 milliliter. En zo kun je dat iedere keer bijstellen.